Dit is de Sint-Johannes Doperkerk. Het is een Rooms-Katholieke kerk. De bouw van de kerk begon in 1890 en was een jaar later klaar. De architect was Johannes Keizer. Hij ontwierp vaker kerken in Nederland en hielp ook vaak bij het restaureren ervan. Op de plek waar de kerk nu staat, stond daarvoor al een kapel. Maar omdat die vervallen was, werd besloten er iets nieuws neer te zetten. De toren van de kerk die u hier links ziet is achthoekig en dient nu als klokkentoren. Aan elke kant van de toren hangt een klok. In 1944 raakte het gebouw beschadigd door gevechten van de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor werd onder andere de toren verwoest. De kerk werd toen later gerestaureerd en in 1960 is de toren zelfs helemaal herbouwd. Het gebouw bestaat voornamelijk uit bakstenen en de randen van het dak zijn voorzien van trapgevels. Dit is een kenmerk van het werk van Johannes Keizer. Het kerkgebouw is tegenwoordig ook een rijksmonument en naast de kerk staat nog een heilig beeld uit 1923. Dit is de korenmolen van Merslo. Hij heet Nooit Gedacht. De molen is in 1876 gebouwd en dit is een van de weinige molens in Limburg die de Tweede Wereldoorlog redelijk heeft doorstaan. In 1964 werd de molen verbouwd tot silo en werd al het binnenwerk eruit gehaald. In 1975 brak er brand uit in het gebouw, maar gelukkig kon die worden geblust. De molen raakte echter na die tijd wel in verval. Er werd toen een stichting opgericht die de Nooit Gedacht in 1987 overnam. In 1995 had de stichting de molen weer helemaal in oude glorie hersteld. De molen wordt tegenwoordig veel gebruikt voor het malen van graan. Dit gebeurt bij vrijwilligers die daar werken.
Verder is het nu mogelijk om de molen zelf te bezoeken. SV Messel, een amateur voetbal- en korfbalclub. De club werd opgericht in 1957, maar toen was het alleen nog maar een voetbalclub. In 1979 werd de afdeling korfbal pas opgericht. In 1934 werd de voorloper van SV Messel opgericht, namelijk RKVV Mercelona. De club fuseerde in 1940 met een gymnastiekvereniging in Messel. Ze hadden toen de clubkleuren rood en zwart, terwijl dat nu geel-zwart is. In 1947 ging deze club echter failliet. Toen heeft het nog 10 jaar geduurd tot de huidige club eindelijk werd opgericht. De trainingen en de wedstrijden van FC Messel vinden plaats op het sportpark, De Vloed. Dit sportpark werd op 20 augustus 1972 geopend.